3, 4. 4. Hoi, ik ben Angie. In een van mijn vorige vlogs werd ik opgesloten in de isoleercel door de politie. Ga je me hier instoppen? Ja, ik heb al in de cel gezeten. Nee, precies niet. Wat is het dan? Heb je die vlog gemist? Klik dan voor de notificatie hierboven. Vandaag zijn we in Stroep, bij de generaal-majoor Kootkazerne. Dit is een van de gaafste afdelingen van Defensie. Hier zullen we kennis maken met grote voertuigen. Voordat we verder gaan, wil ik je vragen om te abonneren op ons kanaal door op de rode knop hieronder te klikken. Zo help je ons kanaal te groeien. Bedankt voor het abonneren. Zullen we verder gaan? Kom mee! Hey Angie, kom erbij. Ik ben er net op tijd voor de sportmoment. Kom erbij. Ga maar aan de rechterkant staan. Oh jee. Sport? We gaan sporten, inderdaad. Nou, vooraan. Mooi. Oké, doe me gewoon mee wat wij ook doen. Opgelet. 5, 8. Naar rechts. Richten. Hoofd. Front. John Mill is zowel 120 en 140. En we hebben een extra gast. Gereed voor de sport en we hebben er allemaal zin in. Oké, heel goed. Dus blaas rustig, ga ik vertellen wat we gaan doen. Opblaas. Rust. Rust. Luister naar de sport. Voor de hindernisbaan? Blijf aan de hindernisbaan. Oh, kom maar. Nee. Kijk eens wat ik heb. Hier heb je overal. Overal? Overal. Wat moet ik hiermee gaan doen dan? Ja, als je goed gezien hebt, hadden ze net allemaal dezelfde soort overal aan. Wij gaan sporten. Dus hier binnen kun je je gaan omkleden. En dan zie ik je dadelijk weer buiten. Maar ik dacht dat we een rondleiding zouden krijgen. Ja, maar we hebben ook sport op ons programma staan. En dat gaan we als eerste doen. Maar we gaan tanks zien en zo. Ook, maar moet dat doen we straks. Moet ik gaan sporten? Oh, nee. Tot zo. Oké. Okay. Kijk, dit ziet er nou eens goed uit. Tada! Nou ben je helemaal gereed om te gaan sporten. Die andere jongens zijn al bezig. Ja? Ja? Nu gaan we eerst even opwarmen, want ik denk dat hun al warm zijn. En, Nou, ik vind het wel spannend hoor. Ja? We gaan sporten. Ja, een militaire zeker. Training. We gaan eerst opwarmen en dan gaan we beginnen. Okay. Goed? Mag je mij volgen? Yes. Twee. Vier. Tegen. Grote stappen. Grote stappen. 10. 5. Oh, wat een. Ja. 2. 2. Goed. Super blij, dankjewel. Tof dat je er was. Ik leef nog. Maar het was wel heel zwaar hoor. Aha. Allemachtig. Zeg maar, ik sport niet zo vaak en dan is het echt heel zwaar. Dus voor jullie militairen heb ik enorm veel respect. Jullie zijn echt topfit. Dankjewel in ieder geval. Maar nu gaan we nog door. Oh, wat dan? Je mag je weer omkleden. Ik ga me omkleden. Dankjewel. Tot zo. Oh. Zo, ik ben echt dood op. Oh. Nou, je bent wel goed omgekleed. Dus we gaan nu verder naar onze trainingslocatie. En ons vervoer staat al gereed om ons te brengen. Nou, dat vind ik superleuk. Dus, kom maar mee. Oké, kom mee. Hey, Angie. Stap maar in. Hallo. Laten we gaan. Hey, Angie, stap in. Jeetje. Ik ben Jordi. Wat een klim. Hoi, Jordi. Ja, erg, hè? Hoog, ja, hè? Dit is wel wat anders dan de vrachtwagen van Carina. Ja, deze is een stukje jeetje. Groter. Jeetje. Ja. Hallo. Hoi, ik ben helemaal buiten adem, zeg. Ja, dat... Nou,
Vertel, dit is van de landmacht. Ja. En wat verplaats je hiermee? Dit is een enorme ding. Nou, we verplaatsen voornamelijk tanks, gevechtsvoertuigen, denk aan containers. Maar ook kapotte vrachtwagens bijvoorbeeld. Ook kapotte vrachtwagens. En tanks gewoon. Ja. Van die echte grote. Ja, van die hele grote. En daar rij je mee naar een oorlogsgebied bijvoorbeeld. Het kan een oorlogsgebied, maar het kan ook gewoon een oefengebied zijn. Okay. Waar we nou gaan trainen. Ja, daar zijn we nu. Wij zijn nu niet in een oorlogsgebied. Nee. En ik heb een autorijbewijs. Mag ik daar dan ook in rijden? Nee, je mag hier niet zomaar instappen. Wij hebben er ook een aparte opleiding voor. Wij gaan nog gewoon drie weken naar auto's rijden voor de vier assen. Ja. En voor de zeven assen is nog 8 dagen de omscholing. En even het verschil, een vier asser en een zeven asser. Wat is dat ook alweer? Nou ja, een vier asser heeft 4 assen. En 7 assen heeft 7. Oh ja, dat klinkt wel logisch. Ja. En ik kan dat dan zien aan de banden, toch? Ja, dat klopt helemaal. Dat heb ik geleerd. Dus 4 banden is een 4 assen en 7 banden is een 7 assen. Helemaal goed, ja. Ja, dat is wel echt heel veel banden trouwens. Hoe lang is zo'n vrachtwagen? Deze vrachtwagen is 20 meter en 40. Oh, dat is echt heel lang. Dat is heel erg lang, ja. En hoe zwaar is dat dan? Dat is 39 ton, dus 39.000 kilo. 39.000 kilo? Ja. Oh my god. Stel dat je dan pech hebt of zo, nou, dan kan je hem niet echt vervoeren. Nee, dan sta je wel echt op de vlucht ook. Dan sta je echt wel stil. Ja. Jeetje, oké. En ik kan me zo voorstellen, als je dan in het verkeer rijdt met zo'n hele zware, grote, lange vrachtwagen, dat dat ook best onveilig kan zijn. Wat doen jullie, wat doet de landmacht eraan om zo veilig mogelijk op weg te rijden? Nou, de veiligheid voor ons is sowieso altijd natuurlijk heel belangrijk. Nou, daarvoor hebben we ook onze eigen rijopleiding. Daar wordt een stukje veiligheid al behandeld. We trainen elkaar op ons oefenterrein hier, waar we nou staan. Ja. En heel ver vooruit kijken. We blijven kijken. Overal kijken we. Ja, want dat is dus wel een verschil. Hè? Als je een autorijbewijs hebt, dan ben je gewoon voor altijd klaar. Maar als je een vrachtwagenrijbewijs hebt voor de landmacht, dan moet je dus elke keer nog een cursus doen. Ja, en we blijven elkaar ook elke keer trainen zodat het nog beter wordt en de veiligheid gewoon heel hoog legt. We hebben bijvoorbeeld ook een panzervrachtwagen. En daar zitten we altijd met 2 man in, zodat we het nog meer zien. Want wat is een gepanzerde wagen dan? Wat is het verschil? De voorraam is kleiner, de zijraampjes zijn kleiner. Hij is nog zwaarder. Ja. Want dit is geen gepanzer, maar we zitten nu in de gewone, hè? We zitten in de gewone. Ja, oké. En die gepanzerde die heeft dan altijd iemand naast zich die dan extra kijkt? Ja, want van de panzerauto is de dode hoek is nog groter. En de chauffeur kan dan in zijn eentje niet alles zien. Nou, dat is wel heel veilig, hoor. Ik kan me voorstellen als er iemand bij zit en die kijkt dan mee. Dat zou je eigenlijk overal moeten hebben. Veiligheid is gewoon voor ons een heel belangrijk punt. En als ik nou fiets in het verkeer en ik zie zo'n hele grote vrachtwagen, wat moet ik dan doen? Waar moet ik op letten? Blijf fietsen, ga niet stilstaan, maak ook geen foto's. Dat is heel jammer voor de foto's, maar als je een foto wil maken... Geen foto's? Ja, ik wil dus heel graag altijd een foto maken als ik dat dan zie. Ja. Voor mijn moeder. maar dat mag dus niet. Wil je een foto maken, zoek dan een veilige plek waar je ons niet lastig kan vallen. Ja. Dat veroorzaakt gewoon gevaarlijke situaties. Dat is waar, nee, dat willen we niet. De situatie is dat ik aan het fietsen ben. En ik fiets naar een stoplicht. Het stoplicht staat op groen. Maar dan komt er ineens een militaire kolonne aan. Die is aan het rijden. Wat moet ik doen? A. Ik laat de hele militaire kolonne voorgaan. Dus ik stop ondanks dat ik een groen stoplicht heb. B. Ik ga gewoon heel hard fietsen, want ik heb toch groen. Of C, ik laat een van die vrachtauto's in die stoet mij voorrang geven. Dus ik wacht gewoon. Wat is het antwoord? Ja, het antwoord is A, Angie. En wel, een militaire kolonne mag jij nooit doorkruisen. Oh, nooit? Nooit. Nooit, oké. Goed te weten. De chauffeur zou wel stoppen als jij wel gas gaat geven of gaat fietsen. Maar officieel mag jij hem niet doorkruisen. De militaire kolonne zou ik herkennen. Die heeft een blauwe vlag en een blauwe kap. Een blauwe vlag en een blauwe kap. Dat zit op de voorkant van de vrachtauto. Dat zit aan de voorkant. En het laatste voertuig, die heeft een groene vlag en een groene kap. Oké. Zodra die voorbij is, dan mag jij weer fietsen. Dat is goed te onthouden. Dus ik moet gewoon wachten tot die vrachtauto voorbij is met een groene vlag en een groene kap. Ja. En dan mag ik gaan fietsen. Wel als jouw verkeerslicht nog steeds groen is. Oh ja, dus als die dan alweer rood is, dan moet ik stoppen. Dan moet je nog steeds wachten. Uiteraard. Dankjewel. Zo,
Hopelijk weet je nu precies wat je moet doen als je een militaire kolonne voorbij ziet komen. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. Maar wil jij nu nog meer tips over veilig in het verkeer fietsen? Klik hieronder dan om je te abonneren op ons kanaal of een notificatie te krijgen voor onze nieuwe vlog. We hebben net voertuigen in actie gezien. Dat was echt super indrukwekkend. En we staan hier bij twee ook heel grote voertuigen. Wat is het verschil? Nou, het grote verschil tussen deze twee voertuigen is eigenlijk alleen maar de cabine. Zoals je ziet is deze cabine gepantserd. Ja, en wat betekent dat precies? Nou, gepantserd betekent dus dat hij extra bescherming biedt voor onze jongens op missie. Betekent aan de binnenkant dikker staal, maar ook veel grotere en dikkere ruiten. En ook kleinere ruiten, zoals ja, je ziet. Qua zicht zijn ze een stuk kleiner geworden. Ja, ik zie het. Ja, heel klein. En wat betekent dat eigenlijk voor de dode hoek? Dat betekent dat de dode hoek groter wordt. Want hoe minder je door een ruit kan kijken, hoe minder het zicht is wat je naar buiten hebt. En wat is hier precies te zien van de dode hoek? Wat is de dode hoek bij deze vrachtauto? Nou, deze dode hoek, vanaf hier gezien, is eigenlijk in dat vakje. Oh ja, ik zie het inderdaad. Even kijken hoor. Dus zal ik erin gaan staan? Als ik zeg maar hier sta, dan sta ik dus in de dode hoek. Ja. En de regel is, je staat in de dode hoek als je de vrachtwagenchauffeur niet kan zien. En die kan ik inderdaad niet zien. Nee, dat klopt. En als jij de vrachtwagenchauffeur niet kan zien, ziet hij jou ook niet. Maar jullie hebben ook camera's, toch? Had ik begrepen. Ja, we hebben niet alleen spiegels, maar we hebben aan de voorkant ook een camera die aan de voorkant van de vrachtwagen wat kan filmen. Maar in deze vrachtwagen rijden we ook altijd met twee personen. Oh, met twee. Dus er rijdt nog iemand mee? Ja, om de zicht naar buiten toe voor de chauffeur iets te vergroten. Oh. Dat is wel extra veilig. Ja. Maar zijn er nog meer dode hoeken? Ja, die zijn er zeker. Loop maar met me mee, dan ga ik het je laten zien. Oké. Okay. Ja. Oh, zo, het is echt een eindje lopen, man. Hoe groot is eigenlijk zo'n tank? Nou, deze vrachtwagencombinatie is 20 meter en 40 centimeter lang. 20 meter en 40 centimeter, dat is echt heel erg lang. En daar is al een dode hoek, maar is hier nou ook een dode hoek? Ja, hier is zeker een dode hoek. Loop maar even met me mee. Oké. Als we achter de vrachtwagen gaan staan, is het beste om het te laten zien. Dus kom maar eens hier staan. En als je dan langs de vrachtwagen afkijkt, zie je nou niet de spiegel van de chauffeur. Hij steekt ook een beetje uit. Ja, dat komt door de lading. Want de vrachtwagen heeft al een dode hoek, maar de lading bepaalt ook de dode hoek. Oké. Dus als je dan een stukje naar voren loopt, zie je hier een pion staan. Ja. En vanaf hier kun je niet de chauffeur zien. Nee, ik zie niks. We hebben altijd twee vuistregels. Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto. En zorg dat je altijd minimaal 3 meter rondom de vrachtauto blijft. Dat klopt, Angie. Vooraan de vrachtwagen hebben we ook nog een dode hoek. Dat ga ik je laten zien. Loop maar met me mee. Oké. Okay. We staan nu aan de voorkant van de vrachtauto. Wat gaan we hier doen? Nou, wat ik hier ga laten zien is hoe groot eigenlijk de dode hoek is aan de voorkant van de vrachtwagen. Dus wat we nu gaan doen is we gaan laten zien voor jou wat de chauffeur ziet op het moment dat hij voor zijn raam kijkt. Dus we gaan een stukje naar voren lopen. Ja? En als hij jouw hoofd ziet, dan krijg je het signaal van de chauffeur. Lopen we iets verder, midden, totdat de chauffeur jou volledig ziet. En dan ga ik je laten zien hoe ver dat is. Oké. Okay. Dus loop maar eens een klein stukje naar voren. Ja, ik loop naar voren. Oh, jeetje. Dus loop nog maar een klein stukje naar voren. Nu ziet hij alleen mijn bovenkant. Ja. Okay. Ja. Kijk, en als je nu naar achter kijkt, zie je al dat dat heel erg ver is. Ja. Dus 3 meter rondom je vrachtwagen, nou, dit is al iets verder. Dus, en hij ziet je nu nog steeds maar voor de helft. Ja. Loop nog maar een stukje naar voren. Okay. Nou ziet de chauffeur je pas helemaal. Ja. En dat is nog verder. Ja, het is echt een heel groot eind. En daarom is het belangrijk dat we de twee vuistregels onthouden. Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto. En minimaal 3 meter. Zo zie je dat. Dat klopt, Angie. Het is tijd voor een quizvraag. De vraag. Ik ben een fietser en ik kom aanrijden tot het stoplicht. Vervolgens komt deze vrachtauto eraan. Wat moet de chauffeur doen? Antwoord A. De chauffeur moet op tijd remmen en zorgen voor afstand tot mij, tot de fietser. Of antwoord B. De chauffeur die gaat naast mij staan.
Of antwoord C, de chauffeur die rijdt midden op de weg en zorgt dat hij daarom afstand heeft tot mij, tot de fietser. Wat is het antwoord? Het antwoord is A. De chauffeur moet op tijd remmen en zorgen voor afstand tot de fietser. We hebben vandaag een te gekke dag gehad. We hebben een militaire training meegemaakt. We hebben grote voertuigen gezien, zware voertuigen en militaire voertuigen met bepantsering. Waarbij het belangrijk is te weten dat er altijd een extra chauffeur is die meekijkt voor de veiligheid. Niet alleen deze voertuigen hebben een dode hoek, maar ook bussen en trams en tractoren en heel veel andere voertuigen. Wil je nou nog meer weten over hoe je veilig in het verkeer kunt fietsen? Klik dan op één van deze twee filmpjes. En vergeet niet, houd 3 meter afstand.